Vijf jaar geleden werd Jason Mercer bekend in de pokerwereld. En zes maanden later liet hij opnieuw van zich horen door een grote titel te winnen. Sinds toen werd Jason Mercer een van de grootste namen in het spel. It would definitely mean a lot to me to win the Super High Roller. You know, it's a really tough field. You know, 50 of the best players in the world, basically. So down to the final table, have a big chip lead. So really hoping I can win. Slechts zes spelers staan tussen hem en een geldprijs van 7 getallen. Zes persoonlijkheden staan tussen hem, de EPT Triple Crown en onsterfelijkheid. Welkom in Monte Carlo. Pokerstars.be en Monte Carlo Casino EPT Grand Final zal in de geschiedenisboeken staan als een van de grootste EPT's aller tijden. Een festival van bijna 50 evenementen met de beste spelers ter wereld wordt gehouden hier in het prachtige Monaco. Er is geen betere manier om seizoen 9 af te sluiten dan de 100.000 euro Super High Roller. Er blijven nog maar 7 spelers over en elk van hen beschikt over genoeg capaciteit om het toernooi, de titel en een bedrag van 7 cijfers te winnen. Enkele dagen geleden namen enkel de beste pokerspelers ter wereld en heel wat businessmannen plaats aan de pokertafels voor het allerlaatste event van seizoen 9. En Antonio Esfandiari en Sam Trickett zijn nog steeds beste maatjes. I have a picture of you with your salad. I can never beat the guy. Unbelievable. Just can't beat Sam Trickett. Phil Ivey kocht zich 3 keer in, maar werd dan toch definitief uitgeschakeld. Ook heel wat andere grote namen moesten het toernooi verlaten. Alright guys, good luck. Maar er zijn ook sterke overlevers. Sorrel Midzeestak groeit met de minuut en Jason Mercer blijft geluk hebben hier in Monaco. Prick. Jason always gets what he wants. Ondanks we aan de finale tafel zaten met 8 spelers, werden er enkel 7 spelers betaald. En Eric Seidel werd uiteindelijk onze bubble boy. En zo komen we tot het einde van seizoen 9. We eindigen het seizoen zoals we gestart zijn, met een groep van Super High Rollers die strijden voor een geldprijs van 7 cijfers. Hallo allemaal en welkom in Monaco voor de laatste speeldag van het Super High Roller toernooi hier voor de grote finale van EPT seizoen 9. Ja, dat betekent natuurlijk dat we vandaag een nieuwe Super High Roller kampioen gaan bekronen. En wie het wordt, dat komen we vandaag te weten. Tijd dus voor meer actie. De 2 kleine stacks aan de finale tafel zijn Timothy Adams en Mike Watson, maar beide hebben de wil om nog zeer ver te geraken. I think it's probably most players' dream to win a tournament filled with the best players in the world. I'm obviously really excited to be here. I wish I had a few more chips. Really hoping I can, you know, give a good run at it. Scott Stever won de laatste Super High Roller tijdens de PC in januari. Zou hij het opnieuw kunnen waarmaken? Winning a second Super High Roller would obviously be an incredible achievement. And as it's something that no one's done before, I would love to get to be the first one to do it. De Russe Vladimir Trojanovski kwam al eens zeer dichtbij en ook nu doet hij het zeer goed. Как не знаю, я все пытаюсь вложить всю свою душу там. И любой вылет из любого турнира это для меня большое несчастье, большое горе. Max Eltergod is onze mystery man en heeft nog geen enkele live cash. The Super High Roller basically has the best players in the world, like Phil Ivey, Nigiriano en Scott Sieber. And it makes a lot of fun playing those tournaments. I enjoy it a lot more than playing the main event. De veteraan Sorrel Midzi zal zich nog moeten bewijzen. It's in Monte Carlo, which is just an amazing city and so appropriate for a tournament like this. And you know, I'm playing against the best players in the world, so just to be a part of that is an amazing feeling. Maar de man waar iedereen voor moet oppassen is Jason Mercer. Zal hij met de trofee naar huis gaan? I've already won an EPT main event and an EPT high roller event, but I've never won a super high roller event. So hopefully and win this one too. Wel, de bubbel is gebarsten, maar ik denk niet dat dit voor minder druk zal zorgen. Er ligt heel wat geld in het midden, maar ook de titel en de prachtige trofee. Hallo allemaal, ik ben Gel Garcia-Diaz.
samen met onze Friends of Poker Stars, Charlotte van Brabander. Dag Gaal, goedenavond iedereen. Hey bro, brings one final table shirt to every event, you know? Because he just Have you worn this three times now this week? This is actually my last shirt. Als dit Jason's laatste shirt is, dan wil ik niet weten hoe het ziet met zijn sokken en zijn onderbroeken. De blinde momenteel 25.000, 50.000. Ja, en er zijn natuurlijk ook anti's. Ja, dit zorgt ervoor dat het spel waarschijnlijk vrij snel zal gaan. En het is ook een heel speciale dag vandaag. Iedere speler die uit het toernooi vliegt, ja, die zorgt ervoor voor de andere spelers dat ze veel meer geld krijgen. De money jumps, zo noemen we dat in het Engels, zijn echt enorm bij dit toernooi. En we starten de strijd aan onze finale tafel. Trojanovski met koning boer heeft geopend naar 125.000. Jason Mercer, onze chipleader met A10, maakt hier de call. We gaan heads-up naar de flop. 4, vrouw 8. Ja, Jason Mercer staat nog steeds voor met zijn aas hoog. Maar toch zal hij dat waarschijnlijk niet beseffen. De vrouw zit echt wel in de handwijdte van Trojanovski. Trojanovski opende naar 100.000 een call van Jason. De turn is een boer. Trojanovski maakt hier het middelste paar. Maar opgelet, Charlotte, want een koning geeft hier Jason Mercer natuurlijk wel een straat. En natuurlijk ook een 9. Ja, dit is een zeer interessante kaart voor Mercer. En ik denk niet dat hij hier de pot zal opgeven. Hij zet in, hij weet dat hij heel wat outs heeft. Outs zijn handen, kaarten die zijn hand nog kunnen verbeteren, die zijn hand nog kunnen versterken. Hij bet hier bijna 300.000 chips. En we zien een call van Trojanovski. Oh, oh. Een vrouw op de river. Dit is natuurlijk wel een heel mooie kaart, Charlotte. Ja, een mooie kaart in die zin dat het een goede bluffkaart is waar Mercer misschien Trojanovski kan door doen folden. Maar dat doet hij niet. Nee, het gaat check, check. En Trojanovski ziet dat zijn boer goed genoeg is. Wel, eerste hand voor Jason Mercer en er verliest hier toch wel al een degelijke pot. Hier spelen ze dus voor. De winnaar gaat naar huis met meer dan 1,7 miljoen euro. De zevende plaats levert zo'n 220.000 euro op. Ja, als chipleader is het heel eng eigenlijk om aan de finale tafel te gaan zitten. Iedereen verwacht dat je het toernooi gaat winnen. Maar uiteindelijk heeft hij ook nog maar 30% van de chips in handen van het toernooi. Nu, na dit verlies van de voorhand, waarschijnlijk iets minder. Dus het is niet vanzelfsprekend dat hij dit toernooi zal winnen, hoor. Jason opent naar 130.000 met een paardje drieën. Elder God met 10-8. Maak de call. We gaan heads-up naar de flop. En je ziet het aas, 8 aas. Elder God maakt 2 paar en is 92% favoriet op deze flop om de hand te winnen. Eens kijken of Mercer hem kan doen geloven dat hij een aas heeft. Ja, dit zal toch wel nodig zijn om Elder God van zijn hand te zetten en zijn hand te laten folden. Het gaat bet call, een 9 op de turn. Een check van Jason Mercer. Ja, hierdoor zal Elder God wel niet geloven dat Mercer een aas kan hebben. Dan zal hij waarschijnlijk doorbetten. Maar nee, hij beslist om te checken en er valt een 6 op de river. Geen hulp voor Jason Mercer. Het gaat check. En ik denk dat we hier deze keer wel Elder God een kleine bet gaan zien plaatsen. Maar nee, het gaat check, check. Een tweede pot die Jason hier in amper 5 minuten tijd verliest. Ja, en geen kleine pot weer. 250.000 chips mag hij afgeven aan Elder God. Een beetje opletten in de klas, Charlotte. Sorry, sorry, juffrouw Gaal. It's a tough table. You can't give anything away. You're playing for a lot of money. It's intense, it's stressful, but
It's also pretty fun just to be playing really high stakes and then get the opportunity to prove yourself on the highest stage. I mean, when you have like a third of the chips in play, it's pretty fun. You get to raise a lot and apply pressure. Then on the other hand, you're expected to win, and anything short of that will be disappointing. Max Elter got met A7 van harte. Ja, ik zou het toch vrij indrukwekkend vinden als Max Elter God deze Super High Roller zou winnen. Want ja, ben je nieuw in het poker en denk je van wie is die Elter God? Wel, eigenlijk, die man is live een beetje niemand. Hij heeft geen live caches. Inderdaad. Online is het toch wel een monster. Watson gaat al in met koning 670. Vrouw al in voor zo'n 665.000 chips. En Mizzy heeft azen. En hij schuift ook alles in het midden. Wat hadden we gedacht? Ja, Alter God moet hier weg. En Watson gaat het slechte nieuws moeten zien. This one's gonna be tricky. Oh yeah, tricky. Ja, 6-6-5 really op de flop. Geen hulp voor Watson. Enkel koning, koning of vrouw, vrouw kan hem hier nog redden. Zelfs een runner, runner flush kan hem niet helpen. Want Mizzy heeft de aas van schoppen. Het is afgelopen. Mike Watson wordt naar huis gestuurd. De eerste money jump is er. Jee, alle andere spelers doen wel alsof ze heel teleurgesteld zijn. Behalve deze dan. Maar iedereen verdient wel veel meer geld nu. Nice. Hij gaat naar huis met 218.000 euro. En Sorrel Mizzy is onze splinternieuwe chipleader. Tot zo na de break. Ciao! Hi. Er zijn nog maar 6 spelers over in de Pokerstars.be en Monte Carlo Casino EPT Grand Final Super High Roller. En voor de pauze zagen we hoe Sorrel Mizzy Mike Watson uitschakelde en de chiplead overnam van Jason Mercer. Ouch. Ja, inderdaad, heel pijnlijk voor Jason Mercer. Hij heeft vandaag 2 potten gespeeld en ze allebei verloren. Eigenlijk vrij veel chips ondertussen al verloren, bijna 1 miljoen. Hij is gedaald van 4 miljoen naar 3 miljoen. En ondertussen is onze nieuwe chipleader niemand minder dan Sorrel Mizzy. En hij speelt hier een hand tegen Trojanovski. Hij heeft boer 7. En hij gaat deze hand vrij agressief spelen. Hij beslist hierom te gaan 4 betten. Hij maakt er 415.000 van. 140.000 om te callen voor Trojanovski om hier een flop te gaan zien. En hij heeft de beste hand. En hij beslist om de call te maken. We gaan naar de flop. Ja, Mizzy kijkt toch nog maar eventjes naar zijn kaarten. Voor mij is dat vaak een teken dat hij niet zo'n goede kaart heeft. Wel, deze keer is het wel goed genoeg, want er valt een boer op de flop. 4-8 boer. Sorrel Mizzy, 76% favoriet om deze hand te winnen op de flop. Ja, ik ga hier toch wel verwachten dat Mizzy een grote bet plaatst. Maar nee, een kleine bet. 370.000 in een pot van bijna 1 miljoen. Ja, volgens mij kan Trojanovski hier gewoon zijn kaarten wegsmijten, hoor. Ja, inderdaad. Hij mist hier gewoon helemaal de flop. Ik kan niet anders dan folden. Een 500.000 in chips richting Mizzy. En vergroot zo zijn chiplead. Hij speelt met bijna 4 miljoen chips. I had a bit of a checkered past. So I've been doing a lot of work on myself and really just learning to completely detach myself from the past and live in the present moment and just be the best person I can be. Just having that mentality and knowing that the past is in the past and it just serves as a chapter in my life and just as a series of experiences that I can learn from. Has really helped me move on. I'm way more grateful about my situation than I've ever been. You know, I get to go to Monte Carlo and spend like a few weeks in this city and I can be wherever I want, you know, and in a couple days I'm gonna decide where I wanna go to play online and I can choose from any city, any place in the entire world. A lot of people in the poker community have a lot of very small pieces of me, so it would be good to just win this tournament and just like, pay everyone the money and you know everyone will be happy like Sorrel did it and yeah it's gonna be a great feeling. En kijk eens hoe gelukkig onze Mizzy is.
Ja, het zal wel zijn. Laten we even dus een kijkje nemen naar het leaderboard. Zien hoe goed Mietje het daar doet. Maar kijk eens aan, hij staat helemaal aan de top met bijna 3,8 miljoen in chips. Gevolgd door Jason Mercer met 3,6 miljoen. Ja, ja, de laatste. Scott Siever heeft 15 blinden. Dit wil zeggen dat hij eindelijk wel iets mag ondernemen. 15 blinden is eigenlijk een stack waarmee je enkel kan openen als je een all-in gaat callen. Dus, of zelf gewoon direct all-in gaan is ook niet slecht. En we zagen ook onze chipleaders, Mercer en Midzi, hebben ongeveer alle twee rond het 60 big blinds. Ze schelen niet zoveel van elkaar. Dus deze mannen hebben nog wel wat vrijheid om wat creatief te gaan spelen vandaag. Timothy Adams met koning 10 heeft geopend naar 125.000. En Jason Mercer maakt de call met koning vrouw van harten. Dus preflop, het ziet er allemaal goed uit voor Jason Mercer. Oeh, de flop 8, 9, boer. Het ziet er nog steeds goed uit voor Jason Mercer, maar een vrouw geeft hier Adams wel een straat. Maar een 10 geeft Mercer een straat, dus dit kan wel interessant worden. Ja, natuurlijk staat Mercer nog steeds voor. Hij heeft twee overkaarten. Elke koning is hier goed voor hem. Oh, en er valt een schoppen 9 op de turn. Wie weet kan Timothy Adams hier misschien wel zelfs een runner-runner flush maken. Ja, runner-runner wil zeggen dat hij nog twee kaarten nodig heeft om zijn hand te verbeteren. Ja, weliswaar op de turn en de river. En de turn ziet er alleszins al goed uit. Nu nog één schoppen en hij wint deze hand. Zeker en vast. Oh, wat een mooie bet van Jason Mercer. Het is hem gelukt. Timothy Adams is weg. En Jason Mercer stijgt weer naar 4 miljoen in chips. Ja, een heel voorzichtig fold eigenlijk van Adams. Hij is van plan deze finale tafel voorzichtig te spelen. Dus dat zullen we wel merken in zijn spel. Koning 5, dat gaat hem wegsmijten. Midzi 16 van Klaveren. Ja, ja, hij is chipleader, dus we weten al dat chipleaders nogal wat druk kunnen zetten. Eens kijken of hij dit doet. Ja, tuurlijk. 10-6, niet zo'n goede hand. Gaat hij toch de blinds proberen stelen? Maar hij is vergeten dat Mercer op de big blind zit. En ja, hij krijgt natuurlijk actie. Koning boer voor Jason Mercer. Hij beslist hier te checken. Met het middelste paar. Hij maakt hier een paar boeren. Midzi mist helemaal de flop. Wat hadden we gedacht met 10-6 van Klaveren? Ja, Midzi bet toch en krijgt een call van Mercer. De turn is een 8. Geen hulp voor Midzi. Ja, helemaal geen hulp. Midzi kan deze hand onmogelijk nog winnen. Het gaat check, check. Komt heel zwak over. De river is een 6. Midzi maakt nu het tweede slechtste paar. Maar Mercer staat nog steeds aan de top. En wat een bet! 85.000 in een pot van eigenlijk 500.000 dan voor die bet. Ja, tuurlijk moet Mietz hier weg. Dat is een beetje raar, Charlotte. Ja, klopt. Kom heel zwak over. Right now, I would think Jason Mercer's favorite. I mean, he's the one with all the chips. I mean, he's had a super week so far. It's like everything's working well for him this week. I think he's a favorite right now. En geweldig. Jonathan Duhamel heeft de Scott Siever look overgenomen. Super. En kijk eens aan, de rosse reus met een paardje negens. Hij probeert hier de blinds op te rapen. Hij heeft namelijk niet zoveel chips meer, rond de 15 big blinds. Okay. En wat doet hij? Hij gaat all in, Charlotte, maar wordt gecalled door Jason Mercer met aas, okay? Vrouw van schoppen. Typische coinflip. Ja, Scott Siever, de speler in gevaar. Ik denk niet dat Mercer zich echt veel zorgen maakt of hij deze hand wint of verliest. Het zou natuurlijk wel leuk zijn. En eerlijk gezegd, als ik kijk naar de waarde van de pot, wauw. Meer, bijna 2 miljoen chips. Ja. 5 koning, 5 op de flop, 10 op de turn met 2 schoppen. 17 outs. I don't know. Voor Mercer. That's problematic then. Because what are you going to do when the seven of clubs comes? You're going to have to imagine it. Yawn. Come on, sneller dealer.
Wow! En een schoppen op de river, het is gedaan. Scott Seaver wordt naar huis gestuurd door Jason Mercer. En ik denk dat hij alweer onze chipleader is dankzij deze gigantische pot. En Scott Seaver gaat naar huis met €266.000. Maar ja, voor Jason Mercer loopt alles op wieltjes. Won the open face tournament, then immediately started playing the main. Played the main for 6 days and got 7th place, made the final table, and the next day was a super high roller event. Here I am. All my opponents are very tough players, you know. I'm not going to underestimate them, you know. They're all super tough, and you know, I'm just gonna try to play good poker and hopefully knock them out. I've already won an EPT main event and an EPT high roller event, but I've never won a super high roller event. So, you know, it's really important for me to win this one too. Ja, Mercer zit duidelijk in een winning streak, zo noem ik dat toch. Mentaal is poker ook heel belastend. En als je dan zo'n paar toernooien wint, ja, dan doe je het gewoon heel erg goed. En ben je heel gemotiveerd en heel zelfzeker. En daar, dat is heel goed voor je spel en dat zie je ook. Ja, Jason Mercer begon deze dag niet zoals gepland. Hij verloor 2 grote potten, daalde dan naar 3 miljoen, maar ondertussen weer gestegen naar 5 miljoen. Wat doet hij hier allemaal? Hij gaat all-in met aas-3, wordt gecalled door aas-boer van Elder God. Hoi, wat een slechte move van Jason Mercer. Ja, heel erg slecht. Hij zet al zijn chips in het midden voor gewoon de big blind te stelen. Dit is dus een fout. Er valt een klaveren 2, dus heeft Jason Mercer nu nog maar 2 outs, want de klaveren 3 geeft uiteraard Elder God een flush. Ja, Jason Mercer gaat deze pot hier gewoon verliezen. Kijk eens aan, er valt een boer op de river. Wat een foute beslissing van Jason Mercer. Ik kan het bijna niet geloven, Charlotte. Ja, dit is inderdaad een heel slechte move van hem geweest. Droom je ervan om deel te nemen aan een van de grootste pokertoernooien ter wereld? Wel, ga dan snel naar pokerstars.be en kwalificeer je online. Heel veel succes aan de pokertafels. We zijn nog met 5 spelers aan de finale tafel hier van de PokerStars.be in Monte Carlo Casino EPT Grand Finals Super High Roller. Hallo allemaal en welkom terug. We zitten nog steeds in Monaco voor de laatste speeldag van het Super High Roller toernooi. Geen tijd te verliezen. We keren onmiddellijk terug naar de actie aan de pokertafels. En ik wil niet zeggen dat Monte Carlo duur is, maar Yatzee wordt hier dus effectief gespeeld met de jachten. Oh, gal, uw grapjes. We spelen verder aan onze finale tafel. Trojanovski met koning vrouw heeft geopend naar 165.000. Mitzi gaat all-in met aasboer. All-in voor zo'n 2,6 miljoen. Je ziet het, Mitzi was nog geen half uurtje geleden onze chipleader. Alweer gedaald naar nog geen 3 miljoen in chips. I have same. Yeah. I don't know anything about Jack 7. Als Trojanovski hier zou callen, is hij de speler in gevaar. Want hij is gecoverd door Mitzi. Dit betekent natuurlijk dat Mitzi gewoon meer chips heeft als Trojanovski. En Trojanovski maakt de call! Oh god, wat is dit? Dit is gewoon niet meer normaal. Koningvrouw tegen aasboer. Ja, Trojanovski gaat al opstaan. 4-18, enkel een koning. Of een vrouw kan hier Trojanovski nog redden. Echt ook een slechte move. Blijkbaar levert deze finale tafel toch heel wat stress op voor bij alle spelers en maken ze wel rapper foutjes. Een 6 op de turn. Geen hulp voor Trojanovski. Nee, een 7 op de river. Het is gedaan. Wauw. Trojanovski wordt als 5e speler naar huis gestuurd. En kijk eens aan, Sorel Mizzi is alweer onze chipleader.
and I'm here preparing for months. I wasn't going to play either. Yeah? Did you decide the same day? The night before I decided to sell. I'm the only one who knew I was going to play this. I didn't even know if I was going to Monte Carlo. Je zit hierboven, we gaan sweaten met Sorrel Midzi. We gaan dus enkel zijn kaarten zien en niet die van tegenstanders. Live off the rush. Timothy is weg. En wat hebben wij gekregen? Even kijken. 8-7. Wel, we zijn chipleader, we zitten op de button en 8-7 is toch wel een hand waar je heel graag met een flop wilt zien als je veel chips hebt opgelet. Let goed op mijn woorden, dit wil je niet under the gun gaan spelen met 10 big blinds. Nee, inderdaad. Elder God in de grote blind, maakt de call. En dit is niet zo slecht. Boer 9-9, een 10 geeft ons hier een straat. En er komt een check van Elder God, komt een beetje zwak over, we moeten hier gaan betten. We moeten hier zeker 200.000... we maken er 140.000 van. We krijgen dan wel waarschijnlijk een call van Eltogod. Yep. Ja. Elke 10 verbetert onze hand. Dat wil zeggen dat we 4 outs hebben. Ja, eigenlijk niet zo heel erg veel. En er valt een 6 op de turn, Charlotte. Ja, dit geeft ons wel iets meer outs. 8 weliswaar. We hebben nu ook elke 5 die ons kan helpen, die ons een straat geeft. Maar ja, ik denk niet als er nu nog een 8 of een 7 komt, dat ons hand echt sterk is tegenover Elder God. Wat denk je eigenlijk dat Elder God hier heeft? Ik zet hem op aas, boer, eerlijk gezegd. Of misschien wel... Misschien wel... Koning 9. Misschien een paartje tienen. Hij kaalde gewoon heel voorzichtig. Maar nu zijn call is wel verdacht. Ja, een boer lijkt toch wel mogelijk. Of misschien een overpaar. Of misschien een 9. En er valt een 6 op de river, Charlotte. Hij checkt. Ik denk dat wij heel vaak gedomineerd worden door Elder God. En ik denk dat wij gewoon kunnen checken en onze hand opgeven. Want dit heeft geen zin. Ja, maar helaas, als we deze hand willen winnen, moeten we hier natuurlijk wel heel groot gaan betten. En ik denk dat dit is wat Midzi hier eigenlijk gaat doen. Ik weet niet. Ik denk dat Elder God vaak in staat is om nog te gaan callen. Dus inderdaad, een check is de beste keuze. En kijk eens aan, je had gelijk al. Koning 9, ongelooflijk. I think he was gonna call you. Sneaky check. Maybe if I move all in, I could rub the jacks. Yeah, if you go all in, I totally think about a fold. I was gonna bet, and then I saw like a little twinkle in your eye. Oh, really? I just stopped myself. Don't lie to me. You have twinkle tells. You're not good enough. Aww, twinkle tells. How cute. Tijd om deze Elder God iets beter te leren kennen. Wie is die man eigenlijk? Knap. I'm playing poker for like 6 years right now, and maybe for 2 or 3 years professional. I mainly just play online cash because it's more comfortable. You know, you don't have those traveling expenses. I played like maybe 3 or 4 APTs before, but it was nothing special. I always busted in the first or second day. But usually I played lately a lot of live cash, and I feel good. I feel very comfortable playing live. Right now we are here in Monaco, and Sorrel and I are roommates together. I know him for a few years, and he's just a very cool guy. I enjoy my time having with him. You know, being around with him is a lot of fun. It's usually not in your interest to be with the toughest player in the final 3 or 4. But as we are friends, we just hope the best for each other. You cannot have fear. If you have fear playing a tournament, then you are probably not making the right decisions. So you won't end well in a tournament in the long run. So you have to be very confident, that's for sure. Ik geef hem 100% gelijk. Zelfzeker zijn is helemaal niet slecht. En we gaan het even omdraaien, want we gaan nu met Max gaan sweaten. We gaan enkel zijn kaarten zien. En kijk eens aan, zijn roommate heeft de call gemaakt. We hebben aas 2. En we gaan heads-up naar de flop. Niet slecht. 4, 2, 10. We hebben kans ook op een runner-runner flush. Als de turn en de river beide hard zijn, hebben we een flush. Wel, Midzi maakt het ons een beetje moeilijk. Hij bet hier 120.000. Ik denk dat we zeker nog een keer kunnen callen. Als er een aas komt, hebben we ook 2 paar. Of dit ziet er ook al goed uit. Nog een harte. Een harteboer op de turn. Ik vermoed dat de check-call zou kunnen gaan.
Ja, hier moet je wel gaan callen. Wat hij... Wel, het hangt een beetje af van zijn bedsize. Maar als Mitzi hier, inderdaad, ik ging net zeggen, 300, 350 zou betten, moeten we hier nog de call maken. Ja, uiteraard. Dit kan je echt niet gaan folden, ook al is het pijnlijk. Want de kans dat het er nog een harte zou vallen is vrij klein. Ah, helaas, de river is een klaveren 8. Ja, hier moeten we gaan checken en dan bet folden of... Check, check, hopelijk. We weten maar nooit. De enige manier dat we hier de pot nog kunnen oprapen is door te check-raisen. Ik vraag me af of Altergod er ook aan denkt. Wel, dit is natuurlijk wel een zeer grote bet, bijna een miljoen. Ja, dit kunnen we niet, want we moeten bijna al ingaan. Zou hij al ingaan? Nee, nee, hij moet hier weg. Ik denk dat we echt wel... Oh. Die had helemaal niks. 9-6. Heb je dat lachje gehoord? You guys having fun? Wel goed gespeeld eigenlijk van Mitzi. Ja, heel goed. Altergod, alweer met aas 8. We openen naar 160.000, paardje 9's. Voor Timothy Adams. Come on. All in? All in. Voor 810.000 chips. Ah, ik denk dat we weer een call gaan zien van Altergod. Ja, snelle call van Altergod. We zitten namelijk wel maar met 4 spelers aan tafel. Dit betekent dat iedereen wel iets meer handen speelt. Dus aas 8 is zeker niet slecht daar. 7-7-4 op de flop. Altergod op zoek naar een aas. Wow, wow. En daar valt hij. Dit is pijnlijk. Ja, Timothy Adams gaat al rechts aan, vrees ik. Ja, een 4 op de river. Timothy Adams wordt uitgeschakeld door Altergod. Er blijven nog maar, jawel Charlotte, 3 spelers over in het toernooi. Timothy Adams uitgeschakeld op een 4e plaats en gaat naar huis met... €485.000. Ja, bijna 5 keer zijn buy-in. Ik weet niet hoeveel keer hij speelde. 1 keer. Hij heeft zich 1 keer ingekocht. Dan is dat zeker niet slecht. Deal time. Yeah. I don't know. I need some time because like, I need to discuss it with the people. Yeah, no. Coming. We can just gamble a little bit and then... I don't mind. I mean, it's not even my decision. See if we even out. Yeah, see if we even out. Maybe one of us will get cooler. You know what, let's just gamble. I want to play. Let's do it. Oké, het ziet er naar uit dat ze geen deal zullen maken. Jason Mercer maakt er korte metten mee en zegt, let's just play. Laten we gewoon spelen. Ik heb echt geen zin om na te denken over een deal. En het is wel zo, als je goed bezig bent, dan moet je niet jezelf gaan occuperen met nadenken over deals. En nee, je moet eigenlijk gewoon je beste spel blijven doorspelen en niet denken aan het geld. Voor niets goed. De blinden stijgen verder 50.000, 100.000 met een ante van 10.000. Actie gefold bij Mitzi met vrouw 6. Jason met aas 7 van schoppen. Ja, hij beslist hier om te gaan 3-betten, Charlotte. Hij maakt er 500 en 5.000 van. Altergod met aas 6 van Klaveren. Dit is toch wel zeker een hand die Altergod heel graag speelt. Aas 7, aas 10, aas 8. Maar deze keer niet. Aas 6 wordt gemukt. Wie denk jij dat de beste speler is die overblijft van deze 3? Wel, ik denk dat Altergod, onze mystery man, eigenlijk zonder twijfel een heel hoog niveau heeft online. En misschien wel weet hij dit vandaag live te gaan gebruiken. Maar Jason Mercer heeft wel heel wat live ervaring. En tijdens zo'n heads-up en finale tafel kan je dat eigenlijk wel gebruiken. Want dan kunnen de zenuwen toch wel echt de kop opsteken. En die moet je echt wel de baas kunnen. Ja, inderdaad. Want Jason heeft zich toch wel al zeker bewezen de afgelopen dagen. Hij won het Open Face Chinese toernooi deze week. Hij won niet. Hij haalde wel weliswaar de finale tafel van het main event. En kijk eens aan. Hij gaat hier all in met aas 7. Snelle fold van Mitzi. Raap bijna 1 miljoen chips op met deze mooie all in.
Ja, dit is gewoon een belachelijk sterke finale tafel. Oeh, boeren voor Elder God. Ik zei het al eerder, we spelen three-handed. Met drie spelers aan tafel kan je veel meer handen gaan spelen. En elke goede hand is dan ook eigenlijk veel meer waard. Dus dit is echt wel een monsterhand, three-handed. Mitzi gaat al in met koning boeren. Snelle call van Ertel God. I had a jack. That's good news for me. Wow. How do you wake up with a hand there? Mitzi is de speler in gevaar. 4-4-8 op de flop. Mitzi op zoek naar een koning of een vrouw. Ik wil nog een boer. Ik wil nog een boer. Yeah. 3 op de turn. Geen hulp voor Mitzi. Een 7 van de koekjes, alstublieft. Gaan we heads up? Jawel! Ja! Nog een boer. Het wordt heads up. Elder God vs. Jason Mercer. Ja, mijn twee favorietjes. Ik heb altijd gezegd dat Jason Mercer mag winnen, maar misschien moet ik mijn visie daar toch wel herzien. Ja, die Elder God is ongelooflijk. Sorrel Mitzi wordt uitgeschakeld op een derde plaats en gaat naar huis met €679.000. Tijd om die te gaan uitcashen. En hoppla. Wel, ik denk dat onze Elder God de cheap lead heeft overgenomen. Zo, 50 big blind effecten. Waarom? Er wordt nagedacht over een deal. Daar ben ik wel zeker van. Zo maar, mag ik na waarom? It's up to you, Frank. Yep. We're still gonna play for a good amount, you know. Like either way. And there's 7. Anyway, you have to come back and do the heads up, guys. Yeah, sure. Tijd om even een breekje in te lassen, want ze moeten dus er toch nog wel even over nadenken. We spreken hier natuurlijk wel over honderden duizenden euro's. It's even money. The question is, do you want to gamble? Oh yeah. So what do you think? Like the edge is so big that you know. I'm not sure. I don't mind either way. You know, it's not. Hoe goed moet je eigenlijk voelen? Wow. Ongelooflijk goed, denk ik. Tot zo. We zijn heads up in de pokerstars.be in Monte Carlo Casino EPT Grand Finals Super High Roller. Jason Mercer eindigt dag 1 en 2 als chip leader, maar begint deze heads up met een achterstand. Zijn tegenstander online fenomeen Max Elder God heeft 62% van de chips, maar één dubbel voor Mercer kan weer heel de dynamiek van het spel veranderen. Voor de pauze zagen we hoe Mercer en Elder God een mogelijke deal bespraken. Maar uiteindelijk hebben ze besloten om gewoon door te spelen. Congratulations on making it to heads up play, gentlemen. Please shake hands and good luck. May the best man win. Good luck, buddy. Good luck, man. Wauw. Hier komen meestal de zenuwen naar boven. Als ik zo'n heads up speelde, vooral is waar miljoen keer minder geld. Toen had ik zelf al zenuwen. En ik vind het een beetje triestig dat er zo weinig volk aan de rail is. Maar ja, uiteraard Charlotte, dit is het einde van deze EPT, allerlaatste toernooi dat hier eigenlijk gespeeld wordt. En het main event is ook afgelopen, dus alle grote namen zijn naar huis. Maar wij zijn er nog, hè, Charlotte, hier in Monaco. Het is hier best wel gezellig samen. Bedankt trouwens alvast voor deze heel leuke week. Wil ik jou toch nog wel heel graag meedelen. De flop koning 9-5 ziet er goed uit voor Elder God met het hoogste paar. Mercer mist hier wel helemaal de flop. Is op zoek naar een boer en een 10. Om een runner-runner straat te maken of misschien wel een runner-runner flush met de schoppen. Oeh, wel. Opgelet, er valt al een 10 en een schoppen 10. Dus dit is zeker niet slecht. Mercer blijft voorzichtig en checkt gewoon. Het zal een check call worden. Ja, denk ik ook. Ik zie niet waarom hier Mercer zou moeten racen. Zou Jack een beetje dom maakt zijn. Hem trouwens een straat. Had je dit al gezien? Ja, inderdaad. Dus dat zei ik bij de start van de hand. Op zoek naar een 10 en een boer. En liefst van schoppen.
Oei, 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 wacht even. Ik denk dat Jason hier even de mist in gaat. Hij beslist om er nog eens over te gaan en maakt er 1,2 miljoen van. Wauw. Wow, wow, ongelooflijk. Wat? Oh my, dit is heel, heel goed gespeeld van Jason. Een beetje riskant wel. It's tough to say who I'd pick. Like, Jason has the experience live. He's won, you know, a ton of live tournaments. But Max just plays heads up online and crushes. His screen name, AltiFC, just plays the highest stakes cash games. And he's had a lot of success. If I had to pick one, I think I'd go with Max, but it's close. Wauw, dat wisten we dus niet. Hij speelt online, super high roller, heads-ups bijna. Inderdaad. En dus Justin Bonomo is wel nog steeds van de partij. Die man is nog niet naar huis. 8-9 voor Mercer en 6-2 voor Eltrogod. Eltrogod heeft oorspronkelijk geopend naar 200.000. En Mercer maakt de call. Het ziet er niet zo slecht uit. Aas 7-8. We hebben een zeer mooie... Wel, weliswaar tris nu. Ik ging middelste paar zeggen, maar... Ja, Merchant haat er sowieso iets inzetten. Hij wil wel wat waarde uit deze hand halen. En als Eltrogod een aas zou hebben, zou hij daar zeker nog wel callen. Maar ik denk niet dat Eltrogod hier nog iets gaat doen. En anders zal dit... hem zeer op spijt opleveren. Auw. Wel, dit is een beetje vreemd, want Eltrogod maakt er 700.000 van. Was ik Jason, zou ik hier gewoon callen. Een beetje de tijd nemen, een beetje show spelen. En gewoon de call maken. Ja, en Tris in heads-up is echt al een mega monster. Mm-hmm. Absoluut, Charlotte. En we gaan naar de river. Een 10. Wauw, hij checkt hier. Hij weet dat Eltrogod hier heel vaak gaat bluffen. En daarom checkt hij hier in hoop dat Eltrogod nogmaals zal inzetten. Of wie weet denkt Mercer wel dat Eltrogod een aas heeft. Zou hij ook in ieder geval zeker inzetten. En nu moet hij gewoon maar de call maken. Of misschien even toneel spelen en daarna een race. Ja, en dit is een zeer grote race van Eltrogod. 1 miljoen, snelle call van Jason. Ah, wrong time bluff van Eltrogod. Ja, zie je. Eltrogod verliest hier toch wel misschien een beetje zijn geduld. Hij wil winnen, wil zo snel mogelijk winnen. Dat is ook een fenomeen tijdens die heads-ups. Je wilt het zo snel mogelijk gedaan krijgen en dan doe je soms wel domme dingen. I know, I'm drinking. Ja, echt gestoord. Hoe kun je nu moe zijn aan een finale tafel van een super high roller? Oh god. Ik geef toch nog graag even bij, dit was niet Jason's vriendin, maar gewoon Courtney, hoofd van alle Team Pokerstars Pro's. Ja, en Friends, ze is ook mijn manager. Eltrogod, met vrouwen. Heads up, is dit een monsterhand. Koning 7 van Ruiten voor Jason. Zag je zijn smile trouwens? Ja. Ja, Eltrogod is een online speler, dus uiteraard heeft hij niet echt een heel indrukwekkende pokerface. Achter jouw computer ziet niemand jou natuurlijk. Dus ja, daar moet Eltrogod nog wel een beetje aan werken. Mercer, 3-betten. Maar Eltrogod laat het niet zomaar voorbij gaan. Hij 4-bet naar 1 miljoen. En we zien hier Jason de call maken. Gewoon een call maken na een 3-bet, 4-bet komt heel sterk over. 8-7 boer. Eltrogod staat nog steeds aan de top met zijn vrouwen. Check van Mercer. Ja, Eltrogod moet hier doorbetten. Hij moet hier C-betten, was agressor voor de flop. Ja, hij moet hier gebruik van maken. De kans dat Mercer callt is heel groot. Iets hitten op de flop is toch wel... heel goed al bij het sub. Ja, Mercer op zoek naar een koning of een 7. Of nog een ruiten op de river, want er valt een ruiten 4 op de turn. Wauw, nu heeft hij wel heel wat meer outs. Elke koning is ook goed voor hem. Elke 7. En elke ruiten. Oh, dit is wel een zeer groot bet. 1,2 miljoen om hier te callen, zodat Jason de riverkaart mag zien. 1,2 miljoen. How much you have behind? Around 3.
Hij heeft nog 3 miljoen over. Oh, ik denk... On. Ja, ik denk inderdaad dat Jason hier al in gaat. Wordt het een al in een call? Als hij nu fold, is het echt wel gek? Gewoon. Wauw, yes. Hij called. Geen ruiten, please. Hoe yes en hoe geen ruiten. Jason moet dit hier gaan winnen. Voor mij mag Alter God winnen. Come Geef on. Hem maar een ruiten 2. Kom aan, kom aan. 14 outs voor Jason. Nee, een ruiten 2 heb ik gevraagd. Geen klaveren 2. Ja, Jason Mercer verliest hier een gigantische pot. Wordt nog niet uitgeschakeld, maar hij blijft wel met heel weinig chips over. Ja, Jason is nu in grote problemen. Hij moet bijna 5 keer dubbelen om hetzelfde aantal chips te hebben als onze Elder God. Ja, en daarvoor moet je toch wel heel veel geluk hebben. Maar ja, zeg nooit nooit, Gal. Maar ik ben blij dat ik op voorsprong sta. Ja, ik vind het een beetje... Ik weet, hoeveel heeft Jason nu eigenlijk nog over? 280.000, dus 2 big blinds. Dit komt niet goed, hè? Stop met lachen. Ik vind dit helemaal niet grappig. En hij folds. Ah, ik vind dit zo zielig. Oh, Jason, je toch. Kom in mijn arme subiet. Ik zal maar niet te veel zeggen over Alter God. Kom aan, zie je, hij called blind. Yeah. Hij kan, hij kan gewoon niet meer folden. Yeah, Mercer heeft maar 1 big blind 220. Over. 220. Het wordt 210. Bijna een beetje grappig zelfs. En wat zijn de kaarten? No. Een 10 voor Mercer, 9 voor Alter God. I beat it. Een boer voor Alter God en een 6 voor Jason. Opgelet, het is nog niet voorbij. Jason maakt hier het middelste paar met zijn 6. Hij kan hier misschien wel nog gaan dubbelen. Geen 9, geen boer. Het is een 7. Interesting. Geen 8. Het wordt een 8. Op de river, het is gedaan voor Jason Mercer. En wat een parcours voor Alter God. Ja, dit is eigenlijk, ik geef het toe, toch wel spijtig, want onze team Pokerstars Pro... Ja, wordt uitgeschakeld inderdaad, Charlotte. Maar wat een parcours voor Max Walter God. Die man heeft geen live winsten en zijn eerste live winst is gewoon het Super High Roller toernooi hier in Monaco. Ziek. This is definitely a great festival. You know, first getting here and winning the open face and then playing for 6 days in the main, coming in 7th, which is a bit disappointing, but you know, it's always nice to final table a major event, especially the EPT Grand Final. And you know, couldn't really ask for anything more, getting 2nd in the high roller. Really thought I might hit the river on that last hand, but or on the King 7, but you know, it just wasn't meant to be, so I'm really happy with 2nd place as well. Jason Mercer startte de dag als chip leader en was favoriet om dit toernooi te winnen. Maar op een 3rde plaats werd Sorel uitgeschakeld en werd het uiteindelijk Max Alter God die bekroond werd tot Super High Roller kampioen. It's a good chance to come over and see Monaco for the first time and play some tournaments. What I usually don't do. Feels good. Feels really good to beat all those guys. Congratulations, Max Alter God. Ziezo, we hebben onze splinternieuwe Super High Roller kampioen. Hij gaat naar huis met een van de meest begeerde titels in het EPT-circuit. En ik zie jullie heel binnenkort terug voor een nieuwe stop in de European Poker Tour. Want we gaan namelijk onze koffers uitpakken in een van de mooiste steden van Europa. Barcelona. Tot dan. 10 dagen geleden zakten de grootste pokernamen af naar Monaco voor het main event. Vergezeld van hun kleurrijke karakters. En er zaten ook heel wat veteranen in het toernooi. We got old school Victor, old school Freddie D, old school John Juanda. Maar het was Johnny Lodden die iedereen naar de finale tafel leidde. Good. You guys are witnessing the sickest hand in EPT history. Mercer, Cody en Negron werden allemaal uitgeschakeld samen met Johnny Lodden. Maar uiteindelijk werd het Steve Dwyer die naar huis ging met meer dan 1,2 miljoen euro.
Vijanden werden vrienden. I can never beat the guy. Unbelievable. Just can't beat Sam Trigger. En vrienden werden vijanden. Antonio and I have this thing where we try to like hurt each other, so I really want to punish him. Alweer was Jason Mercer de ster van dit toernooi. Maar de staande ovatie was voor Max Altergod, de verdiende winnaar. Seizoen 9 zit erop. We zien jullie graag terug in Barcelona voor de start van seizoen 10. Tot dan.